Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Als je kijkt naar deze nieuwe video, ik ga vandaag naar de Kringloop. Nu naar Almelo en ik ga jullie gezellig meenemen. Het is natuurlijk de kersttijd nu, de tijd van kerst. En kringlopen met kerst vind ik echt het leukste van alles. Ik heb er zo ontzettend veel zin in. Ben benieuwd wat ik allemaal bij de Kringloop ga scoren en wat voor kerstdingen ze overal nu bij Kringlopen hebben. Blijf even kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar maak je me echt ontzettend blij mee. En dan gaan we snel er naartoe. De eerste kringloop is Kringloop XL in Almelo. Hoe leuk is deze ook? Zo'n ster. Het is echt vet druk en vet voor kerst. Oh, deze is leuk. Nou, kijk die kerstboompjes. Vet schattig. €2,50. €10. Bol, wel duur. Hier is ook allemaal kerst. Dat is ook wel een leuk kerstboompje. Voor €6,50. Schattig. Deze kerstboom is oprecht vet leuk, met sneeuw. Ik weet alleen niet hoe duur die is, dus dat moet ik zo even vragen. Maar deze is wel echt heel mooi en die kussentjes en deze bank, het is toch vet. Deze bank is €99,50. Maar die kussentjes ook, ik vind het zo schattig allemaal. Maar goed, het is echt zo druk dat ik bijna niet kan filmen. Er zijn ook echt vet veel van hetzelfde, zeg maar. Dus hier heb je €1,50 voor gouden dennenappels. Hier ook heel veel van die sterren, glittersterren. Vet leuk. Deze is ook trouwens heel schattig. Van goud. €0,50. Hier ook allemaal appels. Voor €2,50. En dan hier nog al die kleine balletjes. Voor €0,75. Echt vet veel. Ja, dit is allemaal wel heel zilver. Maar wel heel geinig. Hier zwart. €3. Als deze goud waren, had ik het meegenomen. Maar dit is roze. En dat kun je dan aan je boom klippen. Dat is €4. Ik vind deze ballen ook nog wel heel geinig. Maar ze zijn dus €3. Nou, dan heb je wel een paar, maar nog steeds wel best prijzig. Maar best wel leuk. Deze is ook schattig. €1,50. Vet leuk. En heel veel grote kerstmannen. Echt van die vintage ballen. Die is ook heel leuk. Nog wat snow globes. Kijk deze lamp. Dit is gewoon zelf gemaakt, denk ik.
Hilarisch. Oké, dit is ook wel grappig. Voor 1 euro doe je een kaarsje in en er komt ook rook uit de iglo. Heel leuk. Oké, de kerstafdeling heb ik hier gehad. Ik ga nu nog gewoon bij de glazen kijken en ook nog bij de kleren. Hier is het gelukkig wat rustiger. Dus kan ik hier even snuffelen. Ik heb al aardig wat dingen in mijn mandje gedaan. Ik ga stuk. Stel je neemt 1 pizzapunt, dan is dit je bord. 1 euro. Gewoon een hele basic theepot. Er staat geen prijs op. Hier, mandje. Oké, laat het even gewoon voor het oog. Stel je doet deze kerstboom in het mandje. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat is toch schattig. Tot nu toe het enige kerstservies die ik eigenlijk nog zie. Happy ho 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 to you. Hoe slim hebben ze dit ook gedaan? Om het gewoon zo op te hangen aan wasknijpers. Deze vind ik nog best wel gaaf. Met rood, groen, goud. Hoe duur is dit? 15 euro. Oh jee. Nu bij de kleding, maar dat valt me tot nu toe nog wel tegen. Dus... Oh, die is veel te klein. Nee, tot nu toe valt de kleren heel erg tegen. Maar goed, er is ook nog heel veel te kijken. Nou, ik vind dit echt een leuke kerstjas. Van de Bershka. Hij is mij te klein en te kort. Dat kan ik gelijk zien. Het is een XS. Maar heel schattig. Oké, ik heb wat flauwe dingen gepakt. Ik zocht nog een foute kersttrui, want met werk gaan we dat een keer aandoen. Toen dacht ik, oh, maar dat vind ik ook wel leuk om aan Sander te geven. 1. En toen zag ik, this is my Christmas face. En dan zag ik er gewoon 2 van. Kijk. En die zijn ook echt groot. Dus ik dacht, oh, die past Sander ook. Hoe leuk als we er allebei een hebben. Nou, dus die ga ik even passen. Ik zag deze, dit is een beige... Ja, cool truitje. Het zit hier alleen een beetje gek. Dus dan moet ik even zien hoe dat zit. En die is 4 euro. Maar die heeft dus glitter. En hetzelfde geldt voor die groene. En die vind ik ook wel heel leuk. Maar goed, ik moet even kijken of ik dat wat vind. Het is echt heel lelijk. Maar daar gaat het ook om. Lekker groot. Die passanden ook wel. Vind ik niet zo. Ik vind het hier niet zo mooi zitten. Ik zou het ook zeker niet met deze broek combineren, maar nee. Je ziet het hier echt niet goed. Maar dit shirtje vind ik wel heel leuk. En dan met een hoge zwarte pantalon. Oké, dit was echt chaos. Het was zo ontzettend druk. Ik heb het er ook warm van. Maar ik zou even laten zien wat ik heb geshopt, want dat is nog echt aardig veel. Nou, als allereerst de kerstboom. Oké, zou ik hem erbij pakken? Dit is hem. Hij is echt huge. En hij is echt heel mooi. Dus het is, nou ja, het is besneeuwd. Normaal zie je bij de kringloop heel vaak als iets besneeuwd is, dat het helemaal geel is geworden. Maar deze is dus nog helemaal wit. Echt een score. Die komt dus blijkbaar van de intratuin. En nou, normaal zijn die kerstbomen echt vet duur. Ik heb zelf ook zo'n mini in mijn kamer. Maar dan zo'n mini. Dit is echt wel groter, hè. En nou, daar was ik al best wel veel geld om voor kwijt bij de intratuin. En deze had geen prijsje, dus ik ging net naar de kassa en zei die 7,50 euro. Toen dacht ik, prima, neem ik mee. Of ik hem nou zelf ga houden, aan Sander geven, want Sander zei, die kan bij mij in de kamer, want ik wil mijn kamer nog kerstig. Toen dacht ik, oké, leuk, prima. Maar ik denk dat hij bij Sander komt, want hij vroeg ernaar, dus top. Gaan we dat doen? Nou, dan heb ik dus uiteindelijk deze nog meegenomen. Dit is dus zo'n cool truitje, een beetje zo'n olijfgroene kleur, vond ik heel leuk. En dan met glitter en die was maar 4,50 euro. Geen gebruiksporen of iets, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Heel leuk met een hoge zwarte leren broek of zo. Dan is die 2 keer foute kersttrui. Ja, het is echt verschrikkelijk lelijk. Maar ik vind het dus hilarisch, want ik zag er dus 2 met This is my Christmas face. Toen dacht ik, ja... Is toch lachen. En dan zijn ze heel groot. 1 voor mij, 1 voor Sander.
En wij zijn dus rustig aan nu aan het kijken naar een huis. Echt vet leuk, we gaan een huis kopen. En dan wil ik gewoon wat tradities erin doen. En ik dacht, als we nou, zeg maar, dit is onze laatste kerst thuis waarschijnlijk. Hoe vet als we dan straks onze eigen kerstboom gaan versieren. En dat we dan met kerstavond of whatever in ieder geval dit aan gaan doen samen. Dat is toch leuk? Ja, ik vind het leuk. En dat we dan Harry Potter gaan kijken of Home Alone. Met deze trui aan. Nou, ik zag het al helemaal voor me. Dan heb ik deze meegenomen. Ja, hier zie je echt geen reet van. Maar dit is een tafelloper. Zo'n doorzichtige met zilveren glitter. En wij vieren kerst altijd thuis. En we doen altijd tafelschikkingen. Althans, dat vind ik dus heel erg leuk om te doen. En toen dacht ik, nou, dit is leuk. En dit is 75 cent. Dus prima. Dan heb ik deze kaars meegenomen. Ik vond die echt heel erg leuk. Het is een beetje een brons kleurtje. Dus ja, hartstikke leuk. Glitterkaas. 2 euro. En deze is ook echt vet groot. Deze ga ik cadeau geven. Nou, toen zag ik deze. En deze ga ik zelf houden. Het zijn gouden ballen. En mijn eigen kerstboom thuis is ook goud. En wij willen later ook een gouden boom met wit en beige. Dus gewoon dat. Dus toen dacht ik, nou, dan komt dit wel van pas. Maar er zaten een paar kerstboomballen in. Die ik zo leuk vind. Oh, er zit hier iemand te kijken van, wat doe je? Nou ja, doe maar. Kijk, deze. Daar zitten er dus echt vet veel van in. En dan met witte bolletjes erop en die glitteren ook nog. Ik vind het helemaal leuk. Dus die. Nou ja, en dan heb ik gewoon nog wat gouden ballen extra. Maar deze set was 3 euro. Dan heb ik nog wat van die lampjes. Mijn zus heeft dit altijd op haar... Oh, er zit ook al batterij in. Ik weet niet of je het ziet. Hij staat nu aan. Kijk, dit zijn zwarte ballen en dit heeft mijn zus altijd op zo'n dienblad liggen. En zij heeft ook zwarte details in haar huis. En toen dacht ik, deze ga ik aan haar geven. Dit was volgens mij echt 1 euro of zo. Ja, 1 euro. Dan heb ik nog iets gehaald. En deze ga ik ook aan mijn zus geven. Dit is een wit kerstschaaltje. En hier kun je gewoon leuke koekjes op doen of eten of whatever. Die was 1 euro. En als laatst weer iets voor mijn zus. Maar die ga ik nog wel even overspuiten. Zij heeft dit namelijk al. En ik dacht, ja, dat is gewoon leuk. Dit is zo'n loterijhuisje. En die heeft zij toen zelf ook wit gespoten. En dat zag er echt vet leuk uit. En hier zit volgens mij ook al een lampje in. Nou, nog helemaal verpakt. Deze is nog helemaal nieuw. Er zit zo'n ledlampje in, dus die kun je erin doen. En deze ga ik wit spuiten. Dus dan heeft ze nog zo'n huisje en dan kan ze die een beetje ergens neerzetten. Deze was 75 cent. Nou, mijn hele auto zit onder de nep sneeuw van de kerstboom. Maar ik ga lekker naar huis en jullie zien me de volgende keer weer.